Ondertussen sta ik hier klaar, want we kregen een zeer boeiende mail gisteren van Casper en Alexander, die een ongelofelijke stunt uit de week, dames en heren, uit de week, ja! Wow! Die een ongelofelijke stunt gaan uithalen, bij wijze van golf, een applausje voor Casper en Alexander. Goedenavond allebei. Een applausje voor Casper en Alexander. Goedenavond allebei. Ja, goed. Jij bent Alexander? Ja, inderdaad. Het is een grote stunt, hè? Wat is het ongeveer? Zeg het even kort. Wel, wij gaan komende maandag in 24 uur 9 golfparcours spelen in 9 verschillende landen. Is zoiets mogelijk? 1 golfparcours, hoeveel holes zijn dat? Er zijn 18 holes en je moet eigenlijk rekenen dat er gemiddeld 4 uur en een half gerekend wordt om 18 holes te spelen. Ja. En wij zijn verplicht om dat te spelen in een uur en een half. Ja, want je zegt 16 parcours in 9 landen. Welke landen zijn dat? We spelen 9 parcours in 9 verschillende landen. Ja. En welke landen zijn dat? We beginnen in Italië, gaan vervolgens naar Slovenië. We gaan naar Oostenrijk, dan Tsjechië, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en eindigen dan in Damme hier in België. Goed, we gaan even kijken naar wat beelden, want er is een promotietrailer klaar en dat zegt ook al heel veel. Gaan we dat even bekijken? Want ja, hoe gaan jullie reizen naar die 9 landen? Wel, als we beginnen in Italië, dan vliegen we met de helikopter van land tot land. Echt, jullie stappen in Italië op de helikopter, vandaar naar Slovenië en zo verder. Ja. Dat is de snelste wijze om te reizen. Inderdaad. Is het tijd om überhaupt ook nog een oog dicht te knijpen? Want 24 uur is erg lang, je moet geconcentreerd golfen. Hoe ga je dat volhouden? We hebben ons eigenlijk een jaar voorbereid. We hebben fysisch heel veel getraind. Het gaat ook over 80 kilometer die jongen te lopen die dag. We zullen proberen in 2 lange vluchten die tussen Tsjechië en Duitsland om toch eventjes te slapen. En ook tussen Luxemburg en Nederland. Daar gaan we toch proberen even te slapen. Maar eigenlijk is het 24 uur op ons tanden bijten. Goed, ik vind het een onmogelijke opdracht. Laten we even kijken want, hoe moeilijk dat is. Alexander Ginder is er dus een hole bij het vlaggetje. We staan hier, dit is eigenlijk een kleine afstand normaal gezien, hè? Dan mag hij eigenlijk niet verder dan een meter van de vlag missen. Ja. Want het is, ja, niet slecht. Het is natuurlijk bijna onmogelijk om een hole-in-one te doen elke keer, hè? Ja, ja. Dus natuurlijk, we hebben gespeeld met een paar. Je hebt, maar deze is zeer, zeer dicht. En dit is allemaal ook nog voor een goed doel, ook, hè? Ja, we doen alles ten voordele van de ziekenhuisclowns. De VZ2 ziekenhuisclowns per hole die verkocht wordt op onze website gaat €50 naar het ziekenhuisclown. Dus als je naar de website gaat www.worldgolfrecord.com, kan je daar online een hole aankopen. Ja. En die €50 gaat rechtstreeks naar het goede doel. Worldgolfrecord.com. Koop een hole aan, dames en heren. We gaan even naar Ginder rijden. Kom even mee, Casper. We gaan het even zien, want we gaan toch wel 1 hole potten. En hoe heet dat? Putten of potten? Van mij moet je gaan putten. Putten, we gaan putten, dan gaan we uit de weg. Oh, wat. Wacht even, hè. Ja, oké. Okay. En ik moet hem dan wel putten met zo'n... hoe heet dat? Met een stick, hè? Met een putter. Ja, met een putter, ja. Ik kom van de koolput. Wacht, houd even vast. Welke zou ik doen? Deze? Ja. Oké, wacht, hè. Maar in 2 keer dan. Hoppa! Ja, maar dus jullie zullen wel snel moeten... Wacht even. Jullie zullen wel snel moeten spelen, want die heb ik het in 3 keer gedaan. Ja. Maar dat kan, hè? Dat, hopelijk moet dat wel een beetje, hè? Want we moeten toch proberen het zo snel mogelijk te doen. Dus hoe minder slagen, hoe sneller dat gaat. Zeg nog eens, wanneer vertrekken jullie? Wanneer start de eerste wedstrijd? We vertrekken in Italië om 2:30 op maandagmorgen. En hopen, na de 9 parcours in Damme, om 2:30 de laatste bal geslaan te hebben. Alles is ook te volgen in Damme. Vanaf 8 uur 's avonds op een livescherm op een heel groot evenement op de Golfclub in Damme. Dus ik hoop dat ook iedereen daar aanwezig kan zijn om ons aan te moedigen. En jullie komen daar dus aan op dinsdagmiddag 2:30 in Damme? Dinsdagnacht. Dinsdagnacht, oké. Okay. Ah, jullie beginnen ook s'nachts. Nog 1 keer de website en dan zijn we rond. Worldgolfrecord.com. En dan kunt u sponsoren. Ik dank u zeer en wens u veel succes, Casper en Alexander. Dank u.